Een brief sturen naar een overledene middels speciale brievenbussen. Nijmeegse studenten vertrekken naar Oekraïne. Een uitspraak rondom railterminal bij Elst opnieuw uitgesteld. Er verschijnen steeds meer brievenbussen op Nederlandse begraafplaatsen. Nabestaanden sturen een brief naar hun overleden dierbare. Een vorm van rouwverwerking. De Beuningse Brecht Klaassen plaatst brievenbussen in Beuningen, Winsen, Weurt en Ewijk. De eerste brief post ze zelf. Ik heb het gedaan! Een brief schrijven aan een overleden dierbare. De brievenbussen voor zogenoemde hemelpost verschijnen steeds vaker bij Nederlandse begraafplaatsen en kerken. Ook Brecht Klaassen raakte geïnspireerd. Ze ging meteen aan de slag om dit project voor haar eigen omgeving op te zetten. En ze begon met de brievenbussen. Ja, we hebben er 7 laten maken. Zodat de omliggende dorpjes bij ons, Winsen, Ewijk en Weurt, ook mee kunnen doen. Het ligt allemaal vlak bij elkaar. Zodat we van daaruit ook mensen hun gedachten naar hun dierbaren kunnen sturen. Brecht heeft een boodschap aan haar vader. Mijn vader is op een dinsdag overleden en ik zou het weekend daarna naar hem toe gaan. En ik heb me heel erg schuldig gevoeld dat ik niet toch het weekend daarvoor ben gegaan. Toen hij in het ziekenhuis lag, dat ik hem toch nog even heb gezien. Ja, daar heb ik me gewoon heel lang schuldig over gevoeld. En dat heb ik hem ook geschreven. Via Stichting Perspectief kreeg ze contact met een pastorie die haar helpt bij het plaatsen van brievenbussen. Beuningse uitvaartondernemer Jolanda Heijmans biedt haar ook ondersteuning. En de deelnemers van RIBW dagbestedingsplek Hout en Meer steken de handen uit de mouwen. Ik ben aan het kijken gegaan. Ik heb een proefmodel gemaakt en alles in elkaar gezet. Heel mooi project. De pastoor van de Beuningse Sint-Corneliuskerk is blij met de komst van de brievenbus. Ik heb ook ontdekt in die jaren dus dat mensen ook op zoek zijn naar nieuwe vormen. Nieuwe vormen van vieren, maar ook, ik denk ook, nieuwe vormen van rouwverwerking. En dan is die het kastje dat dus nu in het portaal van de kerk hangt, een van die vormen die denk ik, die het goed zal doen. En daar gaat hij. Ik heb het gedaan. Fantastisch. Proficiat. Bijna een jaar geleden begon de oorlog in Oekraïne. Een groep studenten uit Nijmegen vertrekt deze week naar de Poolse grens met hulpgoederen. Ze vinden dat de oorlog blijvende aandacht verdient. Dear child, keep warm and keep up the hope. Lots of love, Nina en Sophie van Holm. We zijn bezig om allemaal kleding in te zamelen, voedsel, medicatie. En aankomende woensdag gaan we nu met een groep van 6 studenten richting de grens van Oekraïne om daar de spullen af te geven en weer 12 oorlogsvluchtelingen op te halen. We hebben heel veel opgehaald, meer dan we hadden verwacht eigenlijk. Dus we zijn nu druk bezig met alles sorteren, zodat alles wat we eigenlijk niet nodig hebben, dat gewoon naar de kledingbank kan. En de rest gaat mee met ons naar de grens. Ze hebben zich aangesloten bij de landelijke organisatie voor Oekraïne Keep Them Warm. De inzameling heeft hun studentenkamer vol met spullen opgeleverd. Ja, langhoudbaar voedsel, maar ook medicatie, vrouwelijke hygiëneproducten, tampons, maandverband. En vooral heel veel warme spullen. Mutsen, handschoenen, sjaals en dat soort dingen. Ja, kijk, dat maakt natuurlijk geen verschil met andere oorlogen in de wereld. Dat is allemaal net zo erg. Maar voor ons is het wel makkelijker om nu hulp te kunnen bieden vanuit Nederland. Omdat we er gewoon heen kunnen rijden. Op de terugweg nemen ze 12 Oekraïense vluchtelingen mee. Zullen we waarschijnlijk verhalen gaan horen die wel aan zouden kunnen komen voor ons. Maar het wordt een hele bijzondere trip. Als we dadelijk die mensen ontmoeten, die hebben toch wel meegemaakt en gaan niet voor een lol zomaar weg daar. Keep them warm! Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Na vandaag zit de carnaval er alweer op. In Nijmegen was er de nodige kritiek op de wijze waarop het werd gevierd. Zometeen meer. De uitspraak van de Raad van State rondom de aanleg van een railterminal langs de A15 bij Elst is opnieuw uitgesteld. De Raad van State boog zich in november over de bezwaren van omwonenden en de gemeente Overbetuwe tegen het plan van de provincie om een railterminal aan te leggen. In januari werd deze uitspraak, geheel naar verwachting, al eens uitgesteld met 6 weken.
waarmee de raad de gebruikelijke termijn verdubbelde. Deze keer is er geen termijn genoemd en is de uitspraak dus voor onbepaalde tijd uitgesteld. Woensdag is het 79 jaar geleden dat Nijmegen werd getroffen door het bombardement, waarbij bijna 800 mensen omkwamen en de binnenstad compleet werd verwoest. Het bombardement zal volgens traditie worden herdacht met om 12 uur een gebedsdienst in de Stevenskerk en om 1 uur de herdenking bij Monument de Schommel. Gelijktijdig vindt er om 1:15 een plechtigheid plaats op de begraafplaats aan de Daalseweg. Een reportage van deze herdenking is woensdagavond te zien in onze nieuwsuitzending. Ja, gisteren benoemden we het al even in onze uitzending. De sterkste MRI-scan ter wereld komt in Nijmegen te staan. Over 3 jaar komt die op het terrein van het Radboud UMC en de Radboud Universiteit. Onderzoekers hopen daarmee delen van het menselijk lichaam, zoals de hersenen, nog beter in kaart te brengen. Zo gaat hij eruit zien, de nieuwe MRI-scanner van de Radboud Universiteit en het Radboud UMC. Wetenschappers zijn er super blij mee. Goed, dat is fantastisch nieuws. Zo'n scanner als deze, die staat nog nergens. Het zal de eerste zijn op de wereld die hier gebouwd wordt. En daarmee zetten we niet alleen Nijmegen op de kaart, we zetten Nederland op de kaart. MRI-scanners bestaan natuurlijk al jaren. Artsen en wetenschappers kunnen er afbeeldingen mee maken van het lichaam. Dat doet de scanner met behulp van radiogolven en magneetvelden. Ze zijn er in verschillende magneetsterkten, ook wel Tesla genoemd. De nieuwe scanner is veel krachtiger dan wat de onderzoekers nu tot hun beschikking hebben. Deze magneet heeft een veldsterkte. Dat geeft eigenlijk aan de gevoeligheid van zo'n scanner van 3 Tesla. De magneet die wij gaan krijgen, die we gaan bouwen, heeft een veldsterkte van 14 Tesla. En daarmee kunnen we eigenlijk met veel meer detail en met veel grotere gevoeligheid beelden maken van het menselijk lichaam. Er hangt wel een flink prijskaartje aan. Het project kost namelijk 19 miljoen. De reden dat het hier komt, dat is heel mooi dat u dat vraagt, is omdat we in Nijmegen een combinatie hebben van en een academisch ziekenhuis, maar eigenlijk op de eerste plaats het Donders Instituut. En dat is wereldberoemd op het gebied van hersenwetenschappen. En we zien eigenlijk vaak dat zo gauw als met MRI-apparaten een stap nemen in veldsterkte, dat eerst het brein heel goed onderzocht kan worden en daarna dat we ook naar de rest van het lichaam gaan. En omdat we nu en neurowetenschappen kunnen doen en ook vanuit het ziekenhuis aan allerlei ziektebeelden onderzoek kunnen doen, is dit de perfecte plek. De nieuwe MRI zal niet voor patiënten worden gebruikt, maar uitsluitend voor de wetenschap. Na vandaag zit de carnaval er alweer op. In Nijmegen was er de nodige kritiek op de wijze waarop het gevierd werd. Zo was het Mariekepaleis minder vaak open, stelde de optocht op zondag volgens sommigen maar weinig voor, en was het uitgaansleven ook niet echt om over naar huis te schrijven. Nijmegen en carnaval lijken steeds minder hand in hand te gaan. Het team van Beeldbrengers zocht uit hoe dit komt. Carnaval in Nijmegen. Vroeger herinner ik het mij als één groot feest. Er waren overal wagens, er werd snoep geschooid over de straten. Het was gewoon hartstikke gezellig. Nu een ghost town. Gauw, somber, wat is er gebeurd? Wij gaan het voor jullie uitzoeken. Hebben jullie ooit carnaval gevierd in Nijmegen? Ja, vroeger wel bij de optocht en dat soort dingen. Ja, vroeger als kind. In Nijmegen niet. Nee, niet in Nijmegen. Nee. Dit is eigenlijk mijn eerste carnaval. Dit is carnaval, dit is traditie. Ja, ik heb al heel vaak carnaval hier gevierd. Ja. Ik denk het zou leuk zijn als ik met de vrienden uitga. En allemaal erg genieten van de carnaval. Ik ben nogal een laadbloeier. Zo beter het seizoen. Waarom vieren ze zo slecht carnaval? Ja, omdat het een beetje net op de grens zit van zeg maar de rivieren en of het meedoet of niet. Ik denk sowieso niet dat mensen van andere steden snel naar Nijmegen zouden komen. Dan ga je naar een Breda of een Eindhoven of een Maastricht. Voor de meeste mensen is het 's avonds eventjes een keertje een of andere club in. Ik moet zeggen, ik vind het minder dan vorige jaren. Je ziet het vooral wat hier rondloopt, zijn oude mensen eigenlijk. Maar ik hou ervan. Het is geweldig. Mijn gekste carnavals outfit op 1 was wel een gekleurd koeienpak, denk ik. Het was op een gegeven moment een wortel. Op school was ik hooligan van NEC. Heb je nog een droomoutfit waarvan je denkt, nou, die wil ik nog een keer aandoen?
Ja, mijn droomoutfit is die van de prins natuurlijk, hè? Die moeten we een keer gaan vangen natuurlijk. Omschrijf jouw droomcarnaval in één zin. Veel vrienden, gezelligheid. Om veel vrienden, veel gezelligheid. Gezelligheid met vrienden. Heel veel bier en slecht muziek. Ja. Ik zou zeggen grote stadsliefde, want dat is eigenlijk wat met carnaval gevierd wordt, is liefde voor de stad. Wat moet Nijmegen doen om het nog aantrekkelijker en leuker te maken hier? Promoten. Ik denk meer de jongeren erbij te betrekken. Ik denk dat als je eenmaal zeg maar een beetje dat hebt, zo van oh ja, je viert slecht carnaval. Ik denk niet dat je daar slecht of dat je daar vanaf komt. Nu vind ik het leukste aan carnaval gewoon het zuipen. En wat is de carnavalsgoed van Nijmegen? Hallo. Genoeg geluld, wij gaan carnavallen! Het was vandaag misschien niet de mooiste dag van het jaar, maar de dag had wel zo zijn voordelen. Zo was het, op een enkele bui met motregen na, grotendeels droog. En het was zeker niet koud, met een graad of 11. Eigenlijk een prima dag om even lekker door het bos te wandelen, zoals hier achter mij. Dat grijze karakter zullen we de komende dagen nog even aanhouden. De woensdag zal soortgelijk verlopen als vandaag. In de ochtend is er misschien heel even kans op wat zon, maar veel zal dat niet zijn. De rest van de dag verloopt opnieuw grijs met van tijd tot tijd wat lichte regen of motregen. Ook de temperatuur komt weer uit op een graad of 11. De dagen erna doet de temperatuur een klein stapje terug en wordt het weerbeeld ook wat wisselvalliger. De zon zal zich afwisselen met bewolking en enkele buien. Vooral op vrijdag kunnen die buien wat actiever zijn en is er zelfs kans op wat hagel. Pas in het weekend zal de zon er vaker aan te pas komen. En tot zover het RN7 Regio nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Nu op RN7 kun je kijken naar de carnavalsoptochten van Beuningen en Nijmegen. Op ons YouTube kanaal vind je naast deze ook nog de optochten van Wiegen, Puiflijk, Druten en Driel. Wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.